De Dordtse VVD wil dat bedrijven actief betrokken worden bij een zoektocht naar geld de komende jaren om de tekorten op de gemeentebegroting zoveel mogelijk te beperken. Die tekorten dreigen vanaf 2026 in de miljoenen te lopen. Volgens de VVD moet meer gebruik gemaakt worden van de kennis in het bedrijfsleven. Ja, wij komen op heel veel plekken ondernemers tegen die tegen ons zeggen, joh, wat doen jullie nou als overheid? Dat kunnen wij veel beter. En dan zeg ik, nou oké, als jullie dat vinden, en dat horen wij heel vaak, kom dan mee aan tafel zitten. Bekijk samen met ons die begroting, want dan kunnen we misschien echt hele andere, frissere dingen doen dan wat wij überhaupt gewend waren. Al voor het volgend voorjaar wil Den Heijer één of meerdaagse bijeenkomsten met het bedrijfsleven. Dat je ook ze in de gelegenheid stelt, de financieel experts, echt die knappe koppen die eigenlijk zeggen, ik heb eigenlijk geen behoefte om ambtenaar te worden, maar ik zou wel graag willen adviseren. En we hebben enorme grote bedrijven. Kan de Dordtse overheid wat leren van het bedrijfsleven op financieel gebied? Nou ja, ik denk dat je veel van elkaar kunt leren. En ik denk dat zeker in het bedrijfsleven hele mooie dingen gebeuren. Dat wij ondernemers hebben die echt veel kennis in huis hebben. En dan denk ik, grijp die kans nou aan. Pak het met beide handen op. De opgave, bezuinigingsopgave is noodzakelijk. Moeten we gewoon doen om onze financiën op orde te brengen. En dan lijkt het me goed om ook met deze experts om tafel te zitten. Ja, bezuinigingen gaan iedereen treffen. Waarom alleen het bedrijfsleven? Waarom niet een breed overleg? Hoe gaan we dat in Dordrecht aanpakken? Ja, het een sluit het ander niet uit. We gaan er gewoon een participatietraject doen. Maar dit hebben we nog nooit eerder geprobeerd. Hè? Dit is best wel spannend. Dat je zegt, nou, laten we het bedrijfsleven ook eens kijken op onze begroting. Binnen wat er wettelijk mogelijk is. Hè? Want niet is alles is mogelijk. En er is ervaring met deze werkwijze, bijvoorbeeld in Chicago. En wat denk je? In 100 dagen hebben ze $50 miljard gevonden in de begroting. Dus hoeft het ook niet bezuinigd te worden. Dus gewoon slimmer je begroting regelen. Dus dat andere steden in Nederland gaan het ook inmiddels proberen. Enschede heeft bijvoorbeeld ook dit traject is dit op dit moment aan doen. En dan denk ik, nou Dordrecht, volg die route maar, want daar valt misschien echt nog wel winst te behalen. Woensdagavond spreekt de gemeenteraad over het voorstel van de Dordtse VVD.